Een vrijdag lang. Afgelopen jaar in de top 100 over 88. Jeroen Vallinckx. Je zou er wel spontaan last van krijgen tijdens dit soort donkere dagen. Don't be afraid of the dark. Allereerste notering voor de top 100 over 1988, waar we je van harte welkom in heten. Plaats staat genoteerd op nummer 100, de Robert Cray Band. De kop is er vanaf. We gaan beginnen met de lijst van populairste platen over het afgelopen jaar. En in de lijst kom je zo hier en daar een zogenaamde snipper hier tegen. We proberen er eentje per uur uit te gooien. En als jij herkent welke plaat het is, ga je bellen met een telefoonnummer wat we dan onmiddellijk aan jou doorgeven. Daarmee kun je winnen een Veronica's Top 100 Power Tower. Bestaande uit een cd-speler, een pick-up, een cassettedek, een tuner, 22 watt versterker en twee boxen. En het zit allemaal in één apparaat. Wat niet in hetzelfde apparaat zit, is een popjaarboek. Maar dat krijg je er gewoon los bijgeleverd. In de lijst van dit jaar 7 Nederlandse producties, waarvan 4 Nederlandstalig. En dat komt waarschijnlijk omdat het jaar was van het voetballen, 1988. We komen ze tegen op nummer 99, 90, 86 en 53. En je krijgt van mij nu een overzicht van de nummers 100 tot en met 90. Die komen sowieso in dit uur voorbij. Op 100 hoorde je hem al. De Robert Cray Band met Don't Be Afraid of the Dark. Op 99 het oranje lied van de Hollanders. Rick Astley, When I Fall in Love, op 98. 97, You've Lost the Love and Feeling van de Righteous Brothers. En Bruce Springsteen met Tougher Than the Rest staat op 96. Op 95, Chica Cubana van Tatjana en Pamela met Todo op 94. Op 93, Monkey van George Michael. Think About It van Lynn Collins staat op 92. Op 91, The Best of Joint Bigs, Flim Flam. En op nummer 90, Aanvallen van Holland. Dat zijn de 10 platen die in dit uur sowieso voorbij hoort komen. Top 100 van 88. Dit is 99. En zo vond de grap toch nog zijn weg in de top 100 over 1988. Nummer 99. Aantal is 163. Waar het precies voor staat, ga ik zo eventjes onderzoeken. De Hollanders en het Oranje Lied. Op 98 een nawee van de kerst van 87. Hij werd toen gelanceerd en sijpelde door naar de eerste top 40 lijsten van begin 88. Rick Astley en When I Fall in Love. Een man waarvan het vermoeden bestaat dat we hem in 1989 ook diverse malen mogen begroeten. In de enige echte hitparade van Nederland, de Nederlandse top 40. Het overzicht daarvan zenden we op dit moment uit, de top 100 over 1988. En dit was hem dus, Rick Astley op 98 en When I Fall in Love. Oké, dan gaat de eerste snipperhit. Een Veronica Top 100 Power Tower staat op het spel. Je gaat met 0643064 bellen als je weet welke plaat dat is. Dit is het automatische antwoordapparaat van Ben Liebrand. Ben kan op het moment niet gestoord worden. Hij is vreselijk druk bezig met de voorbereidingen van de Grand Mix 88. Dank u wel. De Grand Mix 88. Tussen 6 en 7. De Roem van Inkel. Top 100 van 88. Dit is 97. Dat is het begin van een plaat die niet voorkomt in de top 100 over 1988. Hoe die werkelijk klinkt? Hij klinkt als volgt. Ik herhaal nummer 97. Hier zijn de Righteous Brothers. En terwijl de stoomwals nog een keertje over hem heen reed, zong hij zijn song, I'm Tougher Than The Rest. Hoe vaak je ook met je stoomwals over me heen rijdt. Bruce Springsteen op nummer 96, daarvoor op 97, The Righteous Brothers met You've Lost That Loving Feeling. De eerste snipperhit voor vandaag is er officieel uit. En aan de telefoon hebben wij Jan Westland uit Huizen. Goedemorgen Jan. Goedemorgen Jeroen. Wat doe je voor de kost? Ik werk in de bouw. In de bouw. En vanwaar de gelegenheid dat je nu kan bellen? Je zit gewoon thuis. Je bent vrij. Ja, 2 weken vakantie. Wow, lekker. Ja, lekker, hè? Jij wist het altijd op de vraag welke plaat dat is. Ja, Girl You Know It's True, Milli Vanilli. Girl You Know It's True. De derde snipperhit voor vandaag. Er zijn nog 8 kansen voor de mensen die mee willen doen. Enig idee wat je hebt gewonnen, Jan? Ja, je had het over een power tower. Yes, een power tower. Bestaande uit een, let op, cd-speler, pick-up, cassettedek, tuner, 2x20 watt versterker, 2 boxen en bovendien, om terwijl je naar je favoriete muziek luistert, nog een beetje te kunnen lezen, het zogenaamde popjaarboek krijg je er ook nog bij. Oké, dat is mooi. Ja, van de gelegenheid gebruik maken om eventueel iemand gedag te zeggen. Ja, iedereen die ik ken maar.
Iedereen die je kent? Ja, nee, ben je gauw klaar ook. Ja, niemand in het bijzonder? Bijvoorbeeld vrouw, vriendin, kinderen of zoiets? Nee, dat heb ik nog niet. Oh, sorry. Komt nog wel, joh. Ja. Ook namens Wessel van Diepen, die ziek is, de hartelijke groeten. En ik wens je een prettige dag verder. Ja, groeten terug, hè. Een winnaar in de snipperhit, Jan Westland uit Huizen. Je hebt nog 8 kansen op de Veronica Top 100 Power Tower. De Top 100 van 1988. Met de hulp van een paar gespecialiseerde Italianen, gespecialiseerd in een rondborstige disco, was dit de enige notering van Tatjana in het top 100 overzicht voor dit jaar. Chica Cubana. Toro op 94 komt eraan. Volgende week zaterdag 7 januari, dus volgend jaar, kijken we nog één keer terug naar 1988. Wie zijn de populairste Nederlandse artiesten? En wie krijgen de Veronica Awards? Bij de zangeressen Anita Meijer, Corrie Konings of Annie Schilder? Bij de Nederlandse groepen Revelation Time, de Frank Boeien Groep of BZN. En bij de zangers René Vroger, Koos Alberts of Gerard Joling. En als speciale buitenlandse gast Bill Medley. Zaterdag 7 januari 1989 in de Amerika Hall in Apeldoorn. Kaarten verkrijgen we bij de landelijke VVV's en aan de zaal. Het begint om 5 uur, de Veronica Awards. Radio, radio, Veronica. George Michael vergast ons niet alleen op de nodige muzikale hoogstandjes in 88. Hij verraste ook vriend en vijand met het bericht dat hij zijn vriendin, het meisje uit de clip I Want Your Sex, aan de kant zette. Dit was hem met Monkey op nummer 93. Via het beruchte postbusnummer 1234-1200-BE in Hilversum kregen we in het kader van de top 100 over 1988 uiteraard weer de nodige poststukken binnen. En dit is de brief van Henk van Lingen uit Groningen. Hij heeft een overzicht voor ons gemaakt. Een lijst met best scorende artiesten van 1988. Ik zal je even de namen noemen van welke artiesten dat precies zijn. Dat is op nummer 10, want hij heeft uiteraard een nummer gegeven. Zo gaat het met die lijsten. Fleetwood Mac. 9, Womack & Womack. Als nummer 9 in de best scorende lijst van best scorende artiesten in 88. Toto staat erin. The Wee Papa Girl Rappers. Bill Medley. Glenn Medeiros. Salt & Pepa. UB40. George Michael. En op nummer 1 in die lijst, Michael Jackson met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noteringen in de top 40. Uiteraard, van deze Michael Jackson staan er slechts 2 in het top 100 overzicht. George Michael staat er 3 keer in. Zo kan ik natuurlijk uiteraard nog wel even een uurtje of 2 doorgaan. Maar samenvattend zouden we dus kunnen zeggen dat de best scorende artiesten van 88, al dus de berekeningen van Henk van Lingen uit Groningen, zijn Fleetwood Mac, Womack & Womack, Toto, Weep Up A Girl, Rappers, Bill Medley, Glenn Medeiros, Salt & Pepper, UB40, George Michael en uiteraard Michael Jackson. Oké, 10:39, 9 over half 11, zo direct Lynn Collins op 92. De Veronica Jokes komen naar je toe, op zoek naar talent. Vanavond zijn we in Naaldwijk, in Disco de Jager en in Nieuwberg in zaal Tissen. Morgen zijn we in Kadir en Keri, Barnes in Joy, in Balkbrug in zaal Takens, in Schermerhorn in Slans Welvaren en in Haastrecht in Band 81. Je ziet, hoort en voelt het. Veronica komt echt overal. Hoe ziet het weer eruit? De mist trekt langzaam verder op en gaat over in een grauw, laaghangend wolkendek waaruit hier en daar een beetje motregen valt. Vanmiddag piept de zon op enkele plaatsen tevoorschijn. Op de driemast is het 5.6. Hit Radio, Top 100 van 88. Je luistert naar het overzicht van de 335 singles die het afgelopen jaar hebben gezeteld in de Tweede Kamer van de Hits, de Nederlandse Top 40. Dit was de Best of Joint Mix Flim Flam. Daarna zijn nog 2 pogingen gewaagd om dit succes te evenaren. Allen stranden zij in het beginstadium. Daarna zijn ze geprolongeerd, geëpibreerd en nee, dat niet. Maar het was wel nummer 91. Je merkt het vast wel, ik word even afgeleid. Het is een beetje vervelend, maar het is ook heel... Wat wil je? Je wil even vliegen. Nou, kom maar, ga je gang maar dan. Vlieg maar even. Roepie, roepie.
Nee, vlieg maar even. Maar niet bellen. Niet bellen. Er hoeft niet. Nee. Er is niks te winnen in de roepie-roepenval. Maar dat beest zit hier in de hoek, heel zielig naar mij te kijken. Zo, mag ik nou vandaag tijdens deze feestelijke uitzending van de Top 100 niet even vliegen? Nou, we hebben hem even gematst. Hij is gevlogen, maar er is niks te winnen. Want we doen het vandaag uiteraard met de snipperhits. De prins zat hier en de prins zat daar. Goedemorgen. Hier en daar en ik weet niet waar. Nummer 90 komt eraan. Gezonde dosis chauvinisme in de hitverraders van het afgelopen jaar. Dit was het lijflied van Tante Truus, haar dieetclub. Afvallen! Oh, niet. Oh, dat heeft er niks mee te maken. Zie je, ik heb ook helemaal geen verstand van voetbal. Ik weet het allemaal niet natuurlijk. Oké, de eerste 10 zitten erop. De nummers 100 tot en met 90 zijn voorbij. En wij zijn begonnen aan nummer 89. Dit is Sting, Englishman in New York. Een Englishman in New York, Sting. Een van de leukste noteringen uit de top 100 van dit jaar. Do you drink coffee? No, I drink tea, my dear. Het gaat over de frustraties die hij zelf had tijdens zijn verblijf op de Big Apple. Want het is daar niet makkelijk, heb ik wel laten vertellen. Je luistert naar het overzicht van de 100 populairste platen van 88... samengesteld aan de hand van 335 singles die dit jaar in de top 40 zetelden. Dit is de top 100. Hallo, ik ben Van Inkel. Gaan met die bananen. Vrijdag lang. Afgelopen jaar in de top 100 over 88. Jeroen van Inkel. De ex-Miss Amerika in 1983 lachte iedereen uit aan 1988. Want door allerlei blootfoto's die zij in haar donkere verleden ooit maakte, raakte ze haar titel Miss Amerika kwijt. En het was toch wel een slag in haar gezicht. Ze heeft op een zoete manier wraak genomen op iedereen en scoorde met Right Stuff. Op nummer 87 in het top 100 overzicht van het afgelopen jaar. Eventjes wat accurate hitparade-info. De langst genoteerde plaat in de top 100 over het afgelopen jaar is de plaat van Medley & Warns. Die stond 19 weken genoteerd. De langst genoteerde plaat op nummer 1 was eveneens Medley & Warns. En hij stond op nummer 1 9 weken achter elkaar genoteerd. Blijf luisteren voor de snipperhits. Een snipperhit is een kort fragment van de plaat afkomstig uit die top 100. En daarmee kun je winnen een Veronica Top 100 Power Tower. Zodra je het snipperhitje voorbij hoort komen, ga je onmiddellijk bellen met 064-3064. Dan nu weer een overzicht van de 10 platen die in dit uur sowieso voorbij hoort komen. Op 87 draaiden we al Vanessa Williams. André Hazes en het Nederlands elftal komt eraan op 86. Op 85 That's the Way It Is van Mel & Kim. Crush met House Arrest op 84. Op 83 Somewhere Down the Crazy River. Robbie Robinson, de absolute nummer 1 en het steunfonds van Shannon. En op 82 Fragile, oftewel Fragile van Sting. Jazz, Stand Up For Your Love Ride op 81. En op 80 Never Trust a Stranger van Kim Wilde. Sinead O'Connor met Troy op 79. En Blue Monday in de 1988 uitvoering van AHA op nummer 78. Deze platen hoor je sowieso voorbij komen in dit uur Top 100. Top 100 van 88. Dit is het automatische antwoordapparaat van Ben Liebrand. Ben kan op het moment niet gestoord worden. Hij is vreselijk druk bezig met de voorbereidingen van de Grand Mix 88. Dank u wel. De Grand Mix 88. Tussen 6 en 7. Al twee gelukkige winnaars in de snipperhit deze vrijdag. Het gevecht voor de CD-speler, pick-up, cassettedek, tuner, 2x20 watt versterker, 2 boxen en het popjaarboek. Schaalgehandel onder de naam Veronica's Top 100 Power Tower. 2 winnaars al. Vanmorgen Theo Naus en een kleine 3 kwartier geleden Jan Westland. Theo komt uit Kessel en Jan kwam uit Huizen. Dit was nummer 85. That's the way it is, Mel & Kim. Hier is 84. We got this house. Nummer 84, Crush en House Arrest. De top 100 van 1988. Vandaag grauw weer met af en toe motregen. Vanmiddag heel af en toe zon. Middagtemperatuur 7 graden. Op de driemast is het 5,8 positief. Dit is Robbie Roberts. Top 100 van 88.
En denkt bij zichzelf, how fragile we are. 193 punten staat op nummer 92, Sting. De allerbeste gouden ouwe vind je bij Veronica. Morgenavond, 5:30, Nederland 2. Een gouden ouwejaarsavond met Goud van Oud op tv. Waarin je kunt kijken naar onder andere Barry Ryan en Cat Stevens. Alleen die tabambi. Nancy Sinatra en Paul McCartney. All of the inside, home is rolling in front. Goud van Oud, morgenavond 5:30, Nederland 2. Het is 11:45 in de Lage Landen, 81 komt eraan. Hit Radio Veronica, op vrijdag, stand up for your life. FM frequenties en 1 middengolf smaak. Hand in hand met Kim Wilde, Never Trust a Stranger op 80. Op 81 daarvoor, Stand Up For Your Love Rides. Ja. Yes. We draaien ze allemaal. Alle 100, dit is de top 100 over 1988. Met straks tussen 12 en 2 Bart van Leeuwen. Vervolgens Erik de Zwart. Daarna Lex Harding. Wessel van Diepen ziek. Wessel, als je luistert, van harte beterschap. Denk allemaal aan je. En alle luisteraars, vrienden en vriendinnen van hen, krijgen de hartelijke groeten. Sorry hoor. Dat is niet, nee, dat is niet leuk als je dit hebt opgenomen of graag wil opnemen. En er zit iemand doorheen te praten als zo'n artiest vol overgave staat te belken. Oké, een tweede poging voor Troy. Sinead O'Connor op 79 met 199 punten. Een van de magistrale hoogstandjes uit de top 100 van 1988. Sinead O'Connor met Troy. Ze staat op 79 genoteerd. Blue Monday, New Order komt er zo direct aan. Hallo Radio Veronica. Ja, hallo, met Nicole. Dag Nicole. Ja. Wat kan ik voor je doen? Ja, dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Geen flauw idee? Zeg je? Geen flauw idee? Ja. Nou, dankjewel voor je telefoontje. Ja hoor. Dag. Ja. De Veronica Jokes komen naar je toe. Op zoek naar talent. Vanavond zijn we in Naaldwijk in Disco Theater en in Nieuwberg in Zaal Tissen. Morgen zijn we in Kadir en Keer in Barnessing Joy, in Balkbrug in Zaal Takens, in Schermerhoorn in Plans Welvaren en in Haastrecht in Band 81. Je ziet, hoort en voelt het. Veronica komt echt overal. De top 100 van 1988. Het groot verschil qua punten tussen de platen onderling is vaak heel erg klein. Zoals het verschil tussen Troy, Sinead O'Connor op 79 en op nummer 78 Blue Monday, New Order, slechts 1 punt. Had Sinead O'Connor 199 punten. De heren van New Order hadden, zit overigens ook één dame bij, 200 punten. Op nummer 78 dus. Oké, daar gaat hij weer. Hou je vast. Als jij weet welke plaat dat is. 063-3x21. Countdown Café. Vanavond de laatste Countdown Café van het jaar. En wat voor een. Behalve de Jeff Healy Band live tussen 10 en 12. Countdown Café. All time favorites. Met de jou gekozen mooiste platen aller tijden. En waarom hij ze koos. Vanavond na Inkel zonder Stenders. Baars en Van Diepen in. Countdown Café. Jeroen van Inkel. Ja, hallo. Wat doen, Alfred? 60 graden bovenop de radio 3 zendmast. Op 77, aha! Vandaag grauw weer met af en toe motregen. Vanmiddag heel af en toe zon. Middagtemperatuur 7. Op de 3-mast is het 6 graden positief. Dit was aha met Stay on These Roads. Max de Priest op 76 komt eraan. Goedemorgen Radio Veronica, met wie heb ik het genoegen? Ja, met Patrick Vleining. Hallo, wat kan ik voor je doen? Ja, ik bel voor de snippenhit. Wat is de oplossing? Aswa, Don't Turn Around. Dat is goed beantwoord. Ja. Enig idee wat je hiermee hebt gewonnen? Nee, niet precies. Een Veronica Top 100 Power Tower. Ah, dat had ik graag. Wat houdt dat in dan? Nou, dat houdt in een cd-speler, een pick-up, een cassettedek, een tuner, 2x20 watt versterker en 2 boksen. Wauw, nou, dat is hartstikke gaaf. Geef even een harde yell. Ja, joe! Goed zo. Dan krijg je ook nog het popjaarboek erbij. Ja, hartstikke bedankt hoor. Prettige dag verder, hè? Ja hoor, daar. Top 100 van 88. De laatste in dit uur top 100 over 88. Maxi Priesten Wild World op nummer 76 genoteerd. Zo direct Bart van Leeuwen met het vervolg van de top 100. Wij spelen elkaar vanavond in Stenders en Van Inkel. En Bart trapt zo direct af met Bill Withers op 75. Veel plezier de rest van de dag en prettig weekend alvast.
jaar in de top 100 over 88. Bill Withers, nummer 75 in de top 100 over 1988 met A Lovely Day. Kreeg 202 punten voor zijn Lovely Day. En hier is nummer 74. 204 puntjes. Het stijgt gestaag tot aan nummer 1, zou je kunnen zeggen. When will I be famous? Hier is Bros. De allerbeste gouden ouwe vind je bij Veronica. Morgenavond, 7:30, Nederland 2. Een gouden ouwejaarsavond met Goud van Oud op tv. Waarin je kunt kijken naar onder andere Barry Ryan en Cat Stevens. Nancy Sinatra en Paul McCartney. All of the entire, Goud van Oud, morgenavond 7:55 Nederland 2. Top 100 van 88. Tja, Kiss en Tom Jones komen in aanmerking voor de raarste combinatie van het jaar. Maar als die er niet waren geweest, dan waren deze toch wel geworden, denk ik. Dan Johnson samen met Barbra Streisand en Till I Loved You. 207 punten maar liefst, een oude alarmschijf. Een 73 is die genoteerd. Hoeveel alarmschijven staan er eigenlijk in de top 100 van dit jaar? Hebben we ze al geteld? 33. Een derde, joh. Een derde, wat veel. Wat goed. Ja, ik wou, hebben ze op slot twee keer zelf gekozen natuurlijk. We gaan door met nummer 72, Mark Almond en Tears Run Rings. Ik riep net bij Barbra Streisand en Don Johnson dat het een oude alarmschijf was, maar het klontert met alarmschijf een beetje, want Mark Almond is ook een oude alarmschijf. Ik bedoel, het is maar dat je het even weet en dat je op de hoogte blijft. En Bros is ook al een oude alarmschijf. Dat kan ook niet anders als er 33 in staan. Een derde natuurlijk. Het is 8,5 minuut voor 12:30. Dit is de top 100 over het jaar 1988. En wij doen dit tot 6 uur. En daarna hoor je eigenlijk een soort verkorte uitvoering ervan. Want dan komt de Grand Mix van Ben Liebrand. Met al die goede platen uit 88 nog eens een keertje achter elkaar. Als je die hele top 100 van ons nog eens even op je gemak wil nakijken, dan kan dat. Pak één envelop. Frankeer die. Schrijf je eigen naam, adres en woonplaats erop en stuur die naar ons toe. Je hoeft dus niets in de envelop te stoppen. Even kijken, hoe gaat het nou? Nee, jawel. Je maakt... Nou, nog een keer. Nee, dit denk, dat komt nooit aan. Dat kan nooit aankomen. Nee. Goed. Het enige wat aankomt dan, dat ben je zelf waarschijnlijk met deze feestdagen. Je pakt een envelop. Ja, die stuur je naar Radio Veronica, postbus 1234, 1200 BE in Hilversum. Dan pak je een andere envelop. Daar plak je ook een postzegel op. Daar zet je je eigen naam en adres op. En die stop je in die andere envelop. Dat plak je dicht en dat stuur je op. En in de linkerbovenhoek zet je dan top 100 1988. Uitleggen is nooit mijn sterkste vak geweest. Maar dat laten we dan straks wel over aan Lex Harding tussen 2 en 4. Die kan dat veel beter. 100 van 88. Er bestaan zo'n 4.328 versies van dit nummer, maar de bekendste zijn toch wel van Little Eva en Grand Funk. En dit was dan die van dit jaar, Kylie Minogue en de Locomotion, 210 punten en staat op nummer 71. Als je denkt, wat ligt er toch over Nederland, dan is dat die grauwe deken. Ik bedoel, dan weet je dat vast. Hè? Dat je niet belt naar Meteoconsult om te vragen van wat is dat. De mist is opgetrokken, maar komt vanavond en vannacht op veel plaatsen weer terug. En dan is het niet te hopen dat dat morgennacht ook het geval is, want dan kan je je eigen vuurpijlen niet eens zien. De temperatuur varieert van 4 graden in Zuid-Limburg tot ruim 7 graden op de Wadden. Vannacht ligt de temperatuur rond de 3 graden. Nou, het weerbericht voor morgen ziet er als volgt uit. Op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking. En later in het noorden een paar opklaringen. Er is weinig wind en de temperatuur ligt tussen 3 en 7 graden. In het nieuwe jaar zal het iets kouder worden met lichte vorst in de nacht en ochtend. Maar een winterperiode staat niet voor de deur. Dat kan je dus voorlopig nog gewoon vergeten. Verder met de top 100 over 1988. Hier is nummer 70. Er loopt hier een schaap in de nopweide, dat is net Mietloof, die ga ik ook zo noemen. Even een overzichtje van de afgelopen 10 nummers, race u even mee. Op nummer 79 Troy van Sinead O'Connor, op 78 Blue Monday van New Order. Aha met Stanley's Road staat op nummer 77. Op 76 Wild World van Maxi Priest. Op 75 Lovely Day 88 van Bill Withers.
Op 74 When Will I Be Famous van Bros. Barbara Streisand en Don Johnson staan met Till I Loved You op 73. Op 72 Tears Run Rings van Mark Almond. Op 71 The Locomotion van Kylie Minogue. En net op 70 Paradise by the Dashboard Live van Light van Meatloaf. En hier is nummer 69. Lekker vies dansen. Heerlijk. Alleen met buik en zo. Nou, we waren bezig met de voorbereidingen voor Top 88... die je morgenavond kunt zien. En daar zat een stukje in van Dirty Dancing... waar dit dus ook weer uitkomt. Vandaar dat dit dus in de Top 100 van 1988 staat. Hij is toch wel een beetje een vies gezicht, hoor. Dat Dirty Dancing. Vind je het leuk? Ja? Nou goed, het is een heel lekker gezicht. En de Contours die zongen Do You Love Me... dat moet haast wel met die bewegingen. Ik kan me niet voorstellen dat het anders loopt. Let op de snipperhit, want die kan elke uur voorbij komen. Niet de roepie roepie vogel vandaag, maar de snipperhit. Je hoort een fragment uit een bepaalde plaat die in de top 100 staat. Als jij weet welke het is, bel je dan meteen naar het nummer wat wij straks noemen. Maar zover is het nog lang niet. Radio 3, vanaf 1 januari al om 6 uur morgen. 6 uur? Met Hans Schiffers, Peter Holland, Tom Hela, Karel van Koot en op vrijdag Rinkel de Kinkel ook goedemorgen. Vanaf 6 uur kledingadvies, sport, rinkels kopen en meer muziek. En hier is nummer 68. Foolish Beat, Debbie Gibson, nummer 68 met 215 punten. Top 100 van 88. Nee, zo blijf ik niet presenteren hoor, dat is beslist niet de bedoeling. Duidelijk is dat... Oh, before you say another word, well... Don't we feel foolish? Nou, dit was weer zo'n staaltje van Ben Liebrand natuurlijk. En vanavond geen staaltje van Ben Liebrand tussen 6 en 7, maar een hele staal, volgens mij. In de Grand Mix, straks, na de top 100 over 1988. Hier is hij, de snipperhit. Wat je daar allemaal niet mee kunt winnen. Een Tower Power, een Power Tower... Of een in ieder geval iets wat geluid maakt voor dit fragment. Weet je het? Bel dan snel. 06-464-6464. 06-464-6464 voor dit fragment. Wat een vies liedje is dit. I wanna hear your body. Nou, de geluiden die een lichaam kan maken lijken over het algemeen niet zo... Nou ja. Goed, dit was dus Taylor Dane en Prove Your Love. Dat is het dus op nummer 66 in de top 100 over 1988 met 217 punten. De snipperhit. En daarvoor hebben wij aan de telefoon Roel Verwoerd, want hij was de eerste die belde die het goed had. Roel. Goedemiddag, Bart. Goedemiddag. Hallo. Ik vind je geweldig. Ja, ik dacht het ook, hè. Ja, want dit was het fragment. Nou, dat is... Zo miniem. En jij wist het. Wat is het? Ja, maar wel verschrikkelijk makkelijk. Heel makkelijk. Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Bobby McFerrin met Don't Worry, Be Happy. Nou, doodsimpel. Je hebt gewonnen een Veronica Top 100 Power Tower. Nou, dat is helemaal te gek. Weet je wat erin zit? Nee. Een cd-speler. Zo. Een pick-up. Ja. Een cassettedek. Een tuner. En 2x20 watt versterker en 2 boxen. Daar zijn de buren blij mee, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. En tijdens het luisteren kan je dan ook nog lezen in het popjaarboek. Dat stoppen we er ook bij. Ook nog. Maar nou wil ik weten of je er echt verstand van hebt. Nou, vertel eens. Weet je de volgende ook, denk je? Of heb je de lijst bij de hand toevallig? Ik heb de lijst bij de hand. Oh nee, dan kan het niet. Nee, dan weet je het al. Nee, ja. Dan doen we het niet. Nee, want het begint zo raar deze. Luister maar. Dan zou je zeggen, ja, wat is dat? Dat zegt me niks. Dat is weer een snipperhit. Ja. Bijna wel. Ja. Maar bedankt voor het meedoen. Oké, Bart. Wij draaien nu de volgende in de top 100 van 1988. Het is Aswat en Don't Turn Around. Ik had me voorgenomen om niet mee te zingen. Sorry. Zoveel goede voornemens en dan zelfs voor het nieuwe jaar er alleen breken. Dat kan nooit goed komen. Don't Turn Around was dat van Aswat, nummer 65... met 217 punten in de top 100 van dit bijna afgelopen jaar. En tevens een van de 33 alarmschijven. En nou heb ik dus een lijst gekregen van M. van Breukelen, M. Huiskes en Wilbert Kooi uit Ammerstal. En die hebben een alarmschijven top 30 gemaakt over 1988. En Aswat vinden we daar op nummer 22. Dan wil je misschien weten wat nou de best scorende alarmschijven zijn geweest volgens deze heren. Nou, dat zijn, ik zal ze maar even de eerste 5 doen. Op 5 Groovy Kind of Love van Phil Collins. Op 4 Wonderful Tonight van Eric Clapton. Op 3 Jekke Jekke van Morricante. Op 2 Tribute van de Pasadena's. En de beste alarmschijf van 1988 is... Give Me Hope, Joanna van Eddie Grant. Ik sta trouwens versteld van al het werk wat de mensen gedaan hebben... om hier al die lijsten naartoe te sturen. We hebben er tientallen gehad. Maar dat krijg je met de computers van tegenwoordig.
Dat was een stuk makkelijker. Maar jullie bedankt, jullie drie. En al die andere mensen die een lijst hebben ingestuurd en die vandaag niet aan de beurt komen. Ook jullie natuurlijk bedankt. Want het is uiteraard de bedoeling dat, dat wij zoveel mogelijk van die lijsten voorlezen. Maar of dat lukt, dat weet ik niet. Hè? Je zag en hoorde ze het afgelopen jaar allemaal al bij Veronica. Maar nu zetten we ze nog één keer voor je op een rij. In top 88. Alle nummer 1 is van 88 nog één keer op tv. Oudjaar. Zaterdag 31 december, 5:30, Nederland 2. Top 88. Veronica is er alleen voor jou. You're leaving me no other choice. 020 808 808. Then you turn and walk away. Veronica wenst je een goed 1989. Vrijdag lang. Radio Veronica op 3. De hits van het afgelopen jaar. In de top 100 over 88. Hallo, en wie zijn jullie? Hallo, wij zijn de Pet Shop Boys. Zometeen Horror Jones. Mis het niet. Niets maar. Nice. Oh, wat leuk. Praten jullie altijd zo. Ik vind het knap hoor, als je twee platen in de top 100 van 1988 hebt, dat je ze dan pal achter elkaar hebt staan. Heel knap van de Pet Shop Boys. Daarnet hoorde je aan het begin van dit 4 uur van de top 100 Domino Dancing. Een oude alarm schreef op 63 met 220 punten. En met 221 punten was dit Always On My Mind van diezelfde Pet Shop Boys. En die staan derhalve op nummer 62. Als jij in het bezit wilt komen van een gedrukt exemplaar van de top 100 van 1988... dan zal ik nog eens trachten uit te leggen hoe dat gaat. Je pakt twee enveloppen. Op de ene envelop zet je je eigen naam en adres. En je plakt er een geldige postzegel op. Die envelop vouw je in tweeën. Die stop je in een andere envelop. Daar plak je ook een postzegel op. En dat geheel plak je dicht. Je schrijft op die andere envelop ons adres. Dat is Radio Veronica, postbus 1234, 1200 Bernard Eduard in Hilversum. Dus Radio Veronica, postbus 1234, 1200 BE in Hilversum. En in de linkerbovenhoek schrijf je tenslotte nog top 100 1988. Het enige wat je dan nog moet doen is de sleutels pakken, naar buiten lopen en het ding deponeren in de dichtstbijzijnde brievenbus. Duidelijk zo? Fijn. Dan is hier de volgende. Melinda Carlisle was dat. And Heaven is a Place on Earth. Op nummer 61 met 222 punten. Even resumeren, de nummer 70 tot 61 van de top 100 over 1988. Hier zijn ze op 70. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Op 69 Do You Love Me van de Contours uit Dirty Dancing. Op 68 Foolish Beat, Debbie Gibson. Op 67 Elf en Stuck on Earth. Op 66 Prove Your Love van Taylor Dane. Aswat met Don't Turn Around op 65. Come Into My Life van Joyce Sims op 64. Op 63 Domino Dancing. En op 62 Always On My Mind, beide van de Pet Shop Boys. En net op nummer 61 Belinda Carlisle en Heaven Is A Place On Earth. En hier is nummer 60, I Want To Be Your Man, Roger. Dat is geen plaat, dit is een contactadvertentie. Roger, I Wanna Be Your Man. Misschien staat hij daarom wel op 60. Want als je dat weer omdraait, krijg je 06. 223 punten had deze plaat. Het is 8,5 minuut voor 1:30 in de top 100 over het jaar 1988. Hier is hij weer, de snipperhit met kans op Veronica's top 100 Power Tower. En hier is het fragment. Nou, hier kan ik geen kaas van maken. Misschien jij wel. 06-464-6464. 06-464-6464 voor dit fragment. Max. Ik heb 400 telefoontjes opgenomen voor de snipperit, maar niemand heeft het goed. Dat is niet te geloven. Geloof je het niet? Nou, zullen we eens kijken of er nog iemand is die het allemaal weet. Hallo, met Veronica. Hallo. Ik denk dat ik het goede antwoord heb voor de snipperit. Nou, zeg het maar. Wacht even. Gauw, wat was het ook alweer? Midnight Oil. Dat is niet goed hoor. Nee? Nee. Oh. Dag. Dag. Zie je wel, ze hebben het al fout. Heeft u het misschien goed, die snipperit? Bill Withers, Lovely Day. Nee, is ook niet goed. Zie je wel. Dag. Ja, zo gaat het de hele tijd door. Hallo? Hallo? Ja? Weet jij het? Ja. Nou, zeg. En die kreeg met Kiss Me Up, Joanna. Eindelijk! Eindelijk! Ja. Eindelijk iemand die het goed heeft, dat is inderdaad waar. Ja. Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna. Luister nog maar even. Ja, nou, dat is toch hartstikke makkelijk. Niemand wist het. Hé, hey, weet je wat je gewonnen hebt? Nee. Zal ik het je eens vertellen? Ja, hey, moet je opletten. Je krijgt een Veronica's Top 100 Power Tower... bestaande uit een cd-speler. Dank een pick-up. U.
Dank u. Een cassettedek. Dank u. Een tuner. Dank u. Dank u. 2x20 watt versterker. Dank u. En 2 boksen. Ja. Ben je er blij mee? Nou, ik sta de bibber op mijn benen. Oh, ga even zitten, mensen. Ja, dat doe ik. Ga even zitten. Ja, doe ik. Je krijgt er verder het popjaarboek van 1988 erbij. Hartstikke goed. Ja? Ja. Hey, blijf even aan de lijn voor je naam en adres, ja, want we hebben dit nou zomaar even gedaan. Hey, een heel prettige jaarwisseling. Ja, van hetzelfde, Bart. En een lekker luidruchtig jaar met je Power Tower. Doen we. Niet ophangen, hè? Nee, doe ik niet. Dag. Oké. Okay. De Veronica Jokes komen naar je toe. Op zoek naar talent. Vanavond zijn we in Naaldwijk in Disco Theater en in Nieuwberg in Zaal Tissen. Morgen zijn we in Kadir en Kering, Barnes en Joy, in Balkbrug in Zaal Takens, in Schermerhoorn in Slanswelvaren en in Haastrecht in Band 81. Je ziet, hoort en voelt het. Veronica komt echt overal. Top 100 van 88. Je past maar één woord achter. Olé! De Gypsy Kings waren dat. Er was ook nog een uitvoering dit jaar van Los Reyes. Maar dat is niet de hit geworden. Deze was het. Bamboleo, een oude alarmschijf, 1 van de 33. 230 punten en genoteerd op 57. En daarvoor hoorde je op nummer 58... Love Will Save the Day van Whitney Houston. En het lukte haar bijna, net zoals de Pet Shop Boys... om vlak achter elkaar te staan. Alleen die Gypsy Kings zaten er even tussen. Hier is ze weer, op nummer 56. One Moment in Time. Top 100 van 88. Dit is het automatische antwoordapparaat van Ben Liebrand. Ben kan op het moment niet gestoord worden. Hij is prijselijk druk bezig met de voorbereidingen van de Grand Mix 88. Dank u wel. De Grand Mix 88. Tussen 6 en 7. God, houd toch nog op dus. Nou, dat verrast me dan weer. Dat was, even kijken, nummer 55 in de top 100 over 1988. De hitmix van Fun Fun. En je hoorde Happy Station, Color My Love, Laila Bolero en Gimme Your Love. Caroline Tensen, die is ziek en die luistert op dit moment. En we willen haar toch wel even met z'n allen de groeten doen... en haar een prettige jaarwisseling toewensen. Nou is het probleem met Caroline dat ze heel stil moet liggen... en dat ze niet mag lachen. Nee. Dat is heel vervelend. Ja. Goed, Caroline, daar gaat-ie. Lex Harding kwam net binnenlopen met een aardappel in zijn zak. Weet je waarom? Omdat hij ook zo graag eens een pieper wil hebben. Pardon. Niet lachen. Vooral niet lachen. Ja, het leven is net een In Excess-plaat. Lekker hard en veel te kort. Never Tear Us Apart. In Excess. 232 punten. Nummer 54 in de top 100. Volgende week zaterdag 7 januari, dus volgend jaar... kijken we nog één keer terug naar 1988. Wie zijn de populairste Nederlandse artiesten? En wie krijgen de Veronica Awards? Bij de zangeressen Anita Meijer, Corrie Konings of Annie Schilder? Bij de Nederlandse groepen Revelation Time, de Frank Boeien Groep of BZN. En bij de zangers René Vroger, Koos Alberts of Gerard Joling. En als speciale buitenlandse gast Bill Medley. Zaterdag 7 januari 1989 in de Amerika Hall in Apeldoorn. Kaarten verkrijgen we bij de landelijke VVV's en aan de zaal. Het begint om 5 uur, de Veronica Awards. Ja, Wessel van Diepen die heeft het spotje van de Pats Boom Show gemaakt... en die heeft zich een beetje vergist. Bedoel, hij was toch al wat aan de ziekende hand, zou je kunnen zeggen... toen hij dit spotje maakte. Er bellen nogal wat mensen over de Pats Boom agenda... dat hij niet helemaal klopt. We zullen hem daarom nog even goed omroepen. Vandaag is er dus... ik weet niet of het vandaag wat is, maar het wordt in ieder geval niet omgeroepen. Morgen is dat geheel allemaal in Naaldwijk, in discotheek Theater... In Nieuwbergen in zaal Tissen. Dat zijn dus die twee voor morgen. En zondag komen we in Kadir en Keren in Bar Dancing Joy. In zaal Takens in Balkbrug. In Schermerhoor in Slanswelvaren. En in Haastrecht in Pand 81. Zo, dan hebben we dat ook weer rechtgezet. Meer gaan we niet rechtzetten vandaag. Dan uitsluitend de populairste platen van 1988 draaien. En hier is zo'n populiere plaat. Hoop ik. Dit is iets nieuws. Ja. Ik doe een schuif open en er begint niks te draaien. Nog een keer dan maar. Ja hoor. Neem me niet kwalijk, Koos. Dat was niet met opzet hoor. Eenmaal kom jij terug. 233 punten. En op nummer 53. Koos Alberts, eenmaal kom jij terug. 53 in de top 100.
Aanstaande woensdag in Terug in de Tijd, John, Paul, George en Ringo. Een uur lang muziek van The Beatles. Van 2 tot 3 bij Veronica op 2. De Beatles zijn terug in de tijd. Ah, toch nog drie gouden ouwe in de top 100 van 1988 van de Beatles. Aanstaande woensdag luisteren, tussen 2 en 3 uur. Zometeen Lex Harding met het 5e uur top 100. Ik draai mijn laatste. Sorry, neem me niet kwalijk. Nummer 52, I Need You van BVSMP. Dag. Yo, hey, check this out. Veronica wenst je een goed 1989. Look over your shoulder, I'll be there. Een volle vrijdag lang. Radio Veronica op 3. De hits van het afgelopen jaar in de top 100 over 88. Nummer 51 in de top 100 over 1988. Johnny Hates Jazz featuring Clark Batchelor met Turn Back the Clock. Uur 5 van de top 100 over 1988 zojuist begonnen. Lex Harding bij je tot een uur of 4 en daarna Erik de Zwart van jou. Van mij ook. Hey. En ook in dit uur spelen we de snipperhit waarmee ze binnenvalt. Een Veronica Top 100 Power Tower bestaande uit een cd-speler, een pick-up cassette deck, een tuner, 2x20 watt versterker en 2 boxen. Dus let op, blijf luisteren. Als je hem hoort en je herkent hem, bel meteen. Nou, we zitten precies halverwege. Dat komt mooi uit. Ik bedoel, ongeveer de helft zit erop. Ik bedoel, dat redden we wel tot 6 uur. We zijn toegekomen naar nummer 50 en daar staat Michael Jackson. Top 100 van 88. We draaien ze niet alleen helemaal, maar ook allemaal uit de top 100 van 1988. Een plaat die op dit moment nummer 1 staat in de top 40. Smooth Criminal van Michael Jackson. Het is een van de 2 platen van Michael Jackson, slechts 2, die in de top 100 terechtgekomen zijn. Terwijl hij er maar liefst 6 uitgebracht heeft in het afgelopen jaar. Dirty Diana, dat is die andere, die horen we straks nog. Wat je net hoorde, dus Smooth Criminal op nummer 50 en 49. En van de meest opmerkelijke combinaties van het afgelopen jaar, daar staat The Art of Noise, tezamen met Tom Jones, in Kiss. Je zag en hoorde ze het afgelopen jaar allemaal al bij Veronica. Maar nu zetten we ze nog 1 keer voor je op een rij. In top 88. Alle nummer 1 hits van 88, toch 1 keer op tv. Oudjaar, zaterdag 31 december, 5:30, Nederland 2. Top 88. Top 88. Time of my life. Top 88. Zaterdag 31 december, 5:30, Nederland 2. De beste hits van 1988 bij Hit Radio Veronica in de top 100 van 1988. De Pasadena's waren dat in een iets extended version, klein beetje meer. Ik bedoel, bij Veronica krijg je net een ietsje meer. De Pasadena's, een van de 2 platen van de groep die in de top 100 staan. Dit was Riding on a Train op nummer 48. De top 100 van 1988. Blijft vanmiddag bewolkt en vanavond ontstaat er weer mist. De wind zwakt verder af en de temperatuur ligt tussen de 4 en de 8 graden. Morgen op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking en later in het noorden een paar opklaringen. Er is weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 3 en 7 graden. Volgend jaar wordt het iets kouder met lichte vorst in de nacht en ochtend, maar een echte winterperiode staat er niet voor de deur. Hier is Narada met Divine Emotions. In de top 100 staat hij op 47. Voor zover ik het even snel heb kunnen bekijken, is dat de enige plaat van Prince die in het top 100 overzicht terecht is gekomen. Alphabet Street was dat op nummer 46. En wil jij de hele top 100 nog eens op je gemak nakijken? Stuur ons dan een gefrankeerde, aan jezelf geadresseerde envelop. Dat is heel breedsprakig. In Engeland doen ze dat veel makkelijker. Dan zeggen ze een self-addressed envelope. Maar bij ons zeggen ze, stuur ons dan een gefrankeerde, aan jezelf geadresseerde envelop. Wij zenden je dan het gedrukte exemplaar van de top 100 van 1988. En daarbij ook nog eens een keer de inhoud van de hele Grand Mix. En je moet het sturen naar Radio Veronica. Postbus 1234
1200 BE in Hilversum. Radio Veronica, dus postbus 1234, 1200 BE in Hilversum. En schrijf op de envelop die je naar ons toe stuurt, eventjes voor het gemak. Top 100, 1988. Toch wel enigszins een verrassing dat Joe Jackson met een live opname van een oude hit van hem, wat toen helemaal niet zo'n grote hit geweest is, toch scoorde in 1988. In het top 100 overzicht kwam hij op nummer 45 met Is She Really Going Out With Him. Als je het over live opnames hebt, dan denk ik natuurlijk gelijk aan concerten. En zo is er ook dit jaar een top 20 gemaakt van de best bezochte concerten in 1988. Nou, daar wil ik de bovenste eventjes van opnoemen, want het is toch wel een opmerkelijk rijtje, want nimmer gingen er zoveel mensen naar concerten toe als in het afgelopen jaar. Michael Jackson die trok tijdens 3 concerten in de Kuip in Rotterdam maar liefst 144.000 mensen. Prince die staat op nummer 2, stond ook in de Kuip. En het concert van Dortmund is er gemakshalve maar even bij opgeteld, omdat hij daar zoveel Nederlanders naartoe gehaald heeft. 105.000 mensen. Op 3 Bruce Springsteen met 98.000. Op 4 Pink Floyd 83.000 mensen. Op de 5e plaats Level 42 met een groot aantal concerten die ze gaven. 88, 63.000 mensen trokken ze in totaal. Op 6 komt het Pinkpop Festival. En daar gingen 35.000 mensen naartoe. Whitney Houston trok er 34.000. UB40 tijdens een tourneetje 32.000. George Michael met een aantal concerten in Ahoy in Rotterdam 31.000. En op de 10e plaats staat het festival Monsters of Rock, waar een groot aantal hardrockgroepen speelden. Dat was hem dan, de top 10 van de best bezochte concerten. Top 100 van 88. Spaal met China in Your Hand, een plaat die werd onderscheiden met de Top 40 Award. En dat betekent dat hij nummer 1 heeft gestaan in de Top 40 in het afgelopen jaar. En een overzicht van alle nummer 1 hits zie je morgenavond bij Veronica op de televisie in Top 88. Het was oktober 1987 toen Adam Curry afscheid nam van Nederland. En in een speciale countdown-uitzending nodigde hij René Vroger uit om het nummer Winter in America speciaal voor hem te komen zingen. Pas dit jaar komt de platenmaatschappij op het idee om de plaat single te zetten en uit te brengen. En kijk eens aan. De grootste hit van René Vroger tot nu toe werd Winter in America. Het jaaroverzicht is die terechtgekomen op nummer 43. René Vroger, Winter in America. Een van de 7 Nederlandse producties die in de top 100 van 1988 terecht is gekomen. Het is de op 1 na hoogst genoteerde Nederlandse productie. René Vroger op nummer 43. En op 42 staat de Duitse groep Freiheit. Verleden ging de groep door het leven onder de naam Münchener Freiheit. Dit jaar heette ze gewoon Freiheit. En met het nummer Play It Cool kwamen ze op 42 in de top 100 over 1988. Een speciaal spel vanwege de top 100. We spelen het alleen vandaag, want we hebben fantastische prijzen. En dat kunnen we ons natuurlijk niet iedere uitzenddag veroorloven. Elk uur hoor je een kort fragment van een plaat uit de top 100. De zogenaamde snipperhit. En zodra je hem hoort en je weet welk het is, bel je met Veronica 06-464-6464. En ben je dan de eerste met een goede oplossing, dan win je een echte Veronica Top 100 Power Tower. En daar zit in een cd-speler, een pick-up, een cassettedek, een tuner, 2x20 watt versterker en 2 boxen. En je krijgt daarnaast ook nog het popjaarboek cadeau. Hier komt hij, de snipperhit van dit uur. Weet je het? Dan moet je bellen naar 06-464-6464. Dan luisteren wij eerst eventjes naar Revelation Time at South Africa. Die staat op 41 en het is de hoogste Nederlandse productie. Zeven Nederlandse producties in de top 100 over 1988. En dit was de laatste die je hoort vandaag. Want het is de hoogst scorende Revelation Time at South Africa. En de plaats staat op nummer 41. We waren bezig met de snipperhit. We hadden dit laten horen. En als iemand het weet, ik ga het nu eens even proberen of er iemand aan de telefoon hangt. Even kijken, 3 en 4. Hallo, met wie spreek ik? Met Peggy van der Ven. Weet jij welke het is? UB40 in Africa Bombarded met Reckless. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk? Ik denk, ze raaien het nooit omdat ik die andere reggae-plaat erachteraan draai. Dan denken ze natuurlijk allemaal dat het Revelation Time is. Zeg eens hoe je naam is. Peggy van der Ven. Peggy van der Ven? Ja. En waar woon je? In Asten. Asten. En de straat is? Uranusstraat 36. Uraniumstraat nummer 36. Uranus. Uranus. Ja. Dat hebben we allemaal. 5721 BP Asten. 5721 BP Asten. Je hebt gewonnen.
Een Veronica Top 100 Power Tower. CD-speler, pick-up, cassettedek, tuner, 2x20 watt versterker en 2 boxen. En daarnaast krijg je ook nog het popjaarboek. Kan je het allemaal nog eens een keertje nakijken. En we zullen je de Top 100 ook nog opsturen en de inhoud van de Grand Mix. Ik bedoel, dan heb je het hele spul bij elkaar. En zo te horen, ben je er blij mee? Ja, ik ben er hartstikke blij mee. Zit je gezellig te luisteren? Ja, al de hele dag. De hele dag. De hele dag al. Alle mooie platen uit het afgelopen jaar. Ja. Hartstikke gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. En ik vind het knap hoor, dat je het zo snel geraden hebt. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, gewoon. Met een beetje hulp van mijn zus. Gewoon hulp van je zus en goed luisteren. Ja. Dankjewel, tot ziens. Dag. Nummer 40. In de Top 100 over 88 staat Enya met Orinoco Flow. Voor de kerst stond hij nog nummer 1 in de Top 40. En in het jaaroverzicht is hij terechtgekomen op de 40ste plaats. Orinoco Flow, en dat was Enya. Countdown Café. Vanavond de laatste Countdown Café van het jaar. En wat voor een. Behalve de Jeff Healy Band live tussen 10 en 12. Countdown Café, all time favorites. Met de door jou gekozen mooiste platen aller tijden. En waarom hij ze koos. Vanavond na Inkel zonder Stenders, Baars en Van Diepen in... All-time favorites. Was dat maar waar, Baars en Van Diepen. Ik bedoel, Van Diepen is ziek en daarom zal ik samen met Kees Baars Koude Café presenteren. En ik kan niet, zoals ik dat normaal altijd doe, netjes om 10 uur naar bed. Haha. Het is bijna weer tijd voor het nieuws. Te kort om nog een plaat uit de Top 100 te draaien. Wel kan ik nog eventjes aandacht schenken aan een brief uit Bergen op Zoom van de BRTO. Ik neem aan dat het de lokale omroep is van Bergen op Zoom. Het is ondertekend door het pers- en promotieteam van BRTO. Kees, Paul, Lisa, Nico en Evelien en Arie. Die hebben wekelijks de BRTO krabbenschijf. Dat is hun tipplaat. En aan de hand van die schijf hebben ze ook een top 10 van het jaar 1988 samengesteld. Bij hun staat op nummer 1 Glamadeer was met Nothing's Gonna Change My Love For You. Op de tweede plaats Yes met The Only Way Is Up. Op 3 Wet 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 Angel Eyes. Op 4 George Michael met Father Figure. En op de vijfde plaats Louis Armstrong met Wonderful World. We hebben erg veel brieven gehad naar aanleiding van de top 100. En zo af en toe lezen we er eens eentje voor. Zometeen na het nieuws, dan gaan we verder met de top 100. Nummer 39 hoor je dan. Big Fun van Inner City. Top 100 van 88. Een volle vrijdag lang. Afgelopen jaar in de Top 100 over 88. Uur 6 van de Top 100 van 1988 is zojuist gestart met Big Fun van Inner City. Nummer 39 in het jaaroverzicht. We draaien ze niet alleen helemaal, we draaien ze ook allemaal. Straks om 4 uur komt Erik de Zwart. Met de bovenste, nou pak weg, 4,25 uur. Een beetje opschiet, dan red ik dat wel. Een van de platen van George Michael uit de lijst. Hij heeft er 3 in totaal genoteerd. Father Figure is dit. Hij staat op nummer 38. 3 nummers scoort hij in de top 100 van 1988. George Michael, 3 nummers afkomstig van de CD Faith. En dit was er eentje van op... even kijken hoor. Ik kan het lijstje niet zo goed bij. Op nummer 38 was dat Father Figure. Dit is het automatische antwoordapparaat van Ben Liebrand. Ben kan op het moment niet gestoord worden. Hij is prijselijk druk bezig met de voorbereidingen van de Grand Mix 88. Dank u wel. De Grand Mix 88. Tussen 6 en 7. Het is 13 minuten over 3. Dus zo langzamerhand mag hij er wel eens een beetje mee klaar zijn. Want hij moet helemaal uit Nijmegen komen. Ik bedoel, als het een beetje druk is onderweg. Dat zou best kunnen. Allemaal mensen die ergens oudejaarsavond gaan vieren. Als het een beetje druk is onderweg, dan redt hij het niet. Ben, beetje tempo erachter. We zijn bezig met de top 100 over 1988. UB40 deed het daarin goed. Maar niet alleen. Ze hebben 3 platen in de top 100. Eentje samen met Chrissy Hynde, eentje alleen en eentje met Afrika Bambaataa. Dat is Reckless en die staat op nummer 37. Reckless.
Twee platen van UB40 waren dat achter elkaar. Eerst Reckless, samen met Afrika Bambaataa. En die stond op 37. En dit was Solo, Where Did I Go Wrong? En die staat op nummer 36. De rest van de Veronica-programmering. Straks om 4 uur Erik de Zwart met de rest van de top 100 van 1988. Tussen 6 en 7. Geen drie spoor, maar de Grand Mix van Ben Liebrand. Om 7 uur Stenders en Van Inkel. Dat wordt alleen gedaan door Jeroen Van Inkel, want Rob Stenders is met vakantie. En tussen 10 en 12 uur vanavond op deze zender. Kauna Café, en dat wordt gepresenteerd door Kees Baars en ondergetekend. Top 100 van 88. Twee hits had de Fairground Attraction in 1988. Eén daarvan staat in de top 100 op nummer 35. En dat was Perfect. De allerbeste gouden ouwe vind je bij Veronica. Morgenavond, 7:45, Nederland 2. Een gouden oudejaarsavond met Goud van Oud op tv. Waarin je kunt kijken naar onder andere Barry Ryan en Cat Stevens. Nancy Sinatra en Paul McCartney. Morgenavond, 7:55, Nederland 2. Nancy Sinatra heb ik vorige week nog gezien in het programma China Beach. Daar deed ze een gastrol. Daar deed ze ook dat nummer These Boots Are Made For Walking. En ze zag er precies hetzelfde uit als, ik dacht, 1965... waarin ze een hit had met dat nummer. Zag er gewoon precies hetzelfde uit. En dat is toch een tijdje geleden. Ik bedoel, 25 jaar terug is dat. En dit is een oude alarmschijf. Een van de 33 oude alarmschijven die we deze week in de... dit jaar in de top 100 hebben. Dus als je een alarmschijf scoort in Nederland, dan heb je 33% kans om in de top 100 terecht te komen. Dat is precies een derde. Dat is niet slecht, vind ik. I Owe You Nothing. Op 34 is dit Bros. Groepje Bros die zich in 1988 toch wel enigszins ontwikkeld hebben als nieuwe idolen. I Owe You Nothing was dat op nummer 34. Volgende week zaterdag 7 januari, dus volgend jaar, kijken we nog één keer terug naar 1988. Wie zijn de populairste Nederlandse artiesten? En wie krijgen de Veronica Awards? Bij de zangeressen Anita Meijer, Corrie Konings of Annie Schilder? Bij de Nederlandse groepen Revelation Time, de Frank Boeien Groep of BZN. En bij de zangers René Vroger, Koos Alberts of Gerard Joling. En als speciale buitenlandse gast Bill Medley. Ja, zaterdag 7 januari 1989 in de Amerika Hall in Apeldoorn. Kaarten verkrijgen bij de landelijke VVV's en aan de zaal. Het begint om 5 uur, de Veronica Awards. Half 4 bij Radio Veronica en je luistert naar de top 100 van 1988. Twee platen heeft Michael Jackson erin en dit vind ik de beste. Op 33, Dirty Diana. Van de langspeelplaat Bad, Dirty Diana van Michael Jackson. Het meest indrukwekkende nummer dat hij deed tijdens de concerten. Waar ik er twee van gezien heb. Dirty Diana is in de top 100 terechtgekomen op nummer 33. Het is, dank je, proost. Het is 4:05. Zullen we nog eens een snipperhitje doen? Kleintje, klein snipperhitje. Doe. Dit geluidje hoort erbij. Dit is hem niet hoor. Dat hoort er wel bij. Komt van Engel. Nou, hoorde er niet bij? Dan doen we dat eventjes zo. Hier komt het snipperhitje. En je weet het, je moet bellen naar 06-464-6464 als je hem herkent. Nou, was die makkelijk of niet? Heb ik reeds iemand aan de telefoon? Nee, dat is niemand. Kijk, dan moet je weer indrukken. Dan moet je die proberen. Hallo? Ja, met Ten Klooster Kampen. Ja, met Lex Harding. Hallo. Dag, Lex. Ik dacht dat onkel Flo was van die van de meisje, weet je wel. Zeg dat nog eens? Ja, ik kan zo goed op de naam komen. Onkel Flauwe. Onkel. Ja, nou ja, dat meisje die nummer 1 stond 4 dagen geleden. Nee, dat is Orinoco Flow, dat was hem niet. Hartelijk dank. Fijn. Tot ziens. Tot ziens. Oké. Hallo met Lex Harding. Goeiedag, ik spreek met Ronald Vissers uit Oosterhout. Dag Ronald. Ik dacht dat het China in your hand was van de paal. Dat had je helemaal goed. Ronald, je hebt gewonnen. Veronica's top 100 Power Tower bestaande uit een CD-speler, pick-up, cassettedek, tuner, 2x20 versterker en 2 boksen. Nou, ik heb er geen woorden voor. Vertel eens hoe je heet van je achternaam. Vissers. Vissers, en je woont? In Oosterhout. Oosterhout, en de straat is? Statendamweg, 20. Ja, en de postcode? 4905. Anton, Eduard. We hebben het allemaal genoteerd. Ronald, wie heb je nog meer in de kamer daar? Mijn vriendin. Je vriendin? Ja. Gezellig. Ja, heel gezellig. Hoe lang zijn jullie al bij elkaar? 9 maanden. Nee, oh.
bedoel, dat is nog niet zo erg. Gaat goed? Heel erg goed. Ja, heel erg goed. Ja. Geen ruzie gehad met kerstmis? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Zo. En hoe gaan jullie dat doen met het oude jaar? Oudejaarsavond zijn we bij mij thuis en nieuwjaarsnacht gaan we stappen. Ga je stappen? Ja. De hele nacht? Nou, niet de hele nacht. Bedoel, je hebt wel vast omlijnde plannen. Nou, de halve nacht gaan we stappen en dan slapen. Want 2 januari is het weer werken. Dus. Nou, Ronald, ik bedoel, ik wens je vreselijk veel plezier. Ja, dat zal wel lukken nu. Met het stappen en met die top 100 Tower Power. Bedoel, je krijgt er nog wat meer bij hoor. Een popjaarboek, was ik helemaal vergeten. Ja. Ronald, tot ziens hè. Yo, tot ziens. Yo. Hoi. Negen maanden bij elkaar nog steeds. Wacht toch wel even in de krant. Level 42 with Heaven in My Hands. 7 minuten over half 4 op nummer 32 in de top 100 van 1988. De top 100 van 1988. UB40 en Chrissy Hynde, dat was dan de derde UB40 plaat in de top 100. Breakfast in bed op nummer 31. En dan heb ik hier Veronica's jaarwissel weerbericht. Morgen op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking. En later in het noorden een paar opklaringen. Er is weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 3 en de 7 graden. Volgend jaar wordt het iets kouder met lichte vorst in de nacht en ochtend. Maar een echte winterperiode staat niet voor de deur. Sommige platen in dit overzicht die herken ik nog als de dag van gisteren. Van sommigen denk ik van dat was nog jaren geleden. En dat denk ik bij deze plaat. Ik dacht dat hij toch zeker een jaar of 2, 3 oud was. Maar dat is niet het geval. Rise to the Occasion van Climbing Fisher is gewoon uit 1988. En in het jaaroverzicht staan ze op nummer 30. Sommige platen klinken niet helemaal okselfris meer. Maar dat komt natuurlijk omdat ze zo vaak gedraaid zijn het afgelopen jaar. Climbing Fisher. Climby en Fisher waren dit. Ze noemen zich gewoon Climby Fisher. Rise to the Occasion. En de plaats staat nummer 30. En het was Alarmschijf in 1988. Op 29. Ook een wel opmerkelijke combinatie, dacht ik zo. De Fat Boys nodigden Chubby Checker uit om de twist nog eens een keertje te doen. En dat had dit resultaat. In april van dit jaar was Chubby Checker te gast in Goud van Oud. Tijdens een grandioos optreden in Apeldoorn. Dat zonden we uit op de televisie. En later maakte hij een plaat samen met de Fat Boys. En dat resulteerde in een nummer 29 notering in de top 100. De twist was dat. Klaas Jong, die woont in Epe, die heeft een brief geschreven met daarin ook een overzicht. Aardig overzichtje, namelijk hij heeft een top 25 gemaakt van de afgelopen 5 jaar. En daar ga ik de bovenste 5 van opnoemen. De top 5 dus van de afgelopen 5 jaar. Op nummer 1 Bill Medley, Jennifer Warren's Time of My Life. Plaat die we straks nog wel tegenkomen. Op 2 Elton John met Nikita. Op 3 Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Op 4 USA for Africa met We Are the World. En op 5 de Commodores met Night Shift. Top 100 van 88. Tomorrow People van Ziggy Marley en de Melody Makers. Nummer 28 in de top 100 van 1988. En op nummer 27, de laatste wat mij betreft. Veel plezier zo meteen met Erik de Zwart. 27 Desire van U2. De hits van het afgelopen jaar in de top 100 over 88. Erik de Zwart. George Michael. Aan het begin van de laatste 2 uren van de top 100 over 1988, 30 december van dat jaar. Allemaal hartelijk welkom natuurlijk. Mijn collega's die mij allemaal vooraf gegaan zijn. Daarvoor hartelijke dank Lex Harding, Bart van Leeuwen en natuurlijk Jeroen van Inkamp. Je hoort ze, de populairste 26 in de laatste 2 uur. En dit was nummer 26 met 296 punten. One More Try van George Michael. Het is de hoogste van George in deze top 100 over 1988. We kwamen ook nog tegen op nummer 38 met Father Figure. En op nummer 93 stond hij als monkey verkleed. We hebben een paar hele mooie platen voor je klaarstaan. En ik beloof je, de top 10 die draaien we sowieso helemaal. Top 100 van 88. Mooi zie toch, waar of niet? Beds Are Burning van Midnight Oil. Ze komen uit Australië. En de groep die bestaat al sinds 1979. En evenals de volgende plaat was dit een oude alarmschijf. De volgende plaat is voor de rekening van 2 heren. Rob Pilatus en Fabrice Morvan. En een productie van Frank Varian, ook bekend van Boniem. Ik heb het uiteraard in dit geval over Milli Vanilli. Top 100 van 88. So what are you doing back? Girl, you know it's true, Milli Vanilli. Die waren ook een oude alarmschijf, 298 punten. Daarmee op de 24e plaats in de top 100 over 88.
Aanstaande woensdag in Terug in de Tijd, John, Paul, George en Ringo. Een uur lang muziek van The Beatles. Van 2 tot 3 bij Veronica op 2. De Beatles zijn terug in de tijd. Aanstaande woensdag, 11 minuten voor 4:30. Zwijmelen met Louis Armstrong. Don't worry, be happy. Van Bobby McFerrin, de kreet van 1988 natuurlijk. Don't worry, ga gewoon happy wezen. Maar dat was voornamelijk afkomstig van de Nederlandstalige uitvoering van dit nummer, Don't worry, be happy, door Johnny Camaro. En die kennen wij allemaal heel erg goed inmiddels. Hij staat er dik mee in de top 40. Maar daarover meer volgende week tijdens de reguliere uitzending van de top 40 tussen 3 en 6. Het is 5,5 minuut voor 4:30 geworden. Daarvoor hoorde je What a Wonderful World van Louis Armstrong opnieuw in de hitparade in 1988. Natuurlijk dankzij zo'n reclamefilm. Yeah. Don't worry, be happy, overigens, van Bobby McFerrin was ook nog een oude alarmschijf. Vandaar dat we hem draaien. Het volgende staat op nummer 21, 321 punten. Theme from S-Express van S-Express. Top 100 van 88. Het thema van S-Express door S-Express nummer 21 in de top 100 over 88. De wind die zwakt vandaag nog verder af en de temperatuur ligt tussen de 4 en 8 graden. Vanavond ontstaat er weer mist. Je zag en hoorde ze het afgelopen jaar allemaal al bij Veronica. Maar nu zetten we ze nog één keer voor je op een rij. In top 88. Alle nummer 1 hits van 88 nog één keer op tv. Oudjaar, zaterdag 31 december, 5:30, Nederland 2. Top 88. En ook op nummer 20 komen we weer een oude alarmschijf tegen. Tiffany and I Think We're Alone Now. Tiffany, en het nummer dat heette I Think We're Alone Now, kreeg een Veronica Award. Oh nee, Veronica Luimschijf is geweest, zo moet je het zeggen. En ze heette eigenlijk Tiffany Darwish en was 16 jaar het afgelopen jaar. En scoorde dik met deze oude hit uit de 60er jaren van Tommy James en de Shondells. I Think We're Alone Now kreeg 324 punten en kwam daarmee op de 20ste plaats terecht van deze top 100 over 1988. Wel een Veronica Award voor de artiesten die op nummer 19 staat. 1 week op nummer 1 voor Taylor Dane en Tell It To My Heart. Top 100 van 88. Gezellige muziek is dat van Taylor Dane. 1 week op nummer 1 en daarvoor dus een top 40 award. Tell It To My Heart, 327 punten en daarmee op de 19e plaats. Als jij de hele top 100 nog eens op je gemak na wil kijken, dan kan je dat als volgt regelen. Stuur ons een gefrankeerde, aan jezelf geadresseerde envelop. We zenden je dan het gedrukte exemplaar van de top 100 van 1988... en bovendien ook de inhoud van de Grand Mix. Al weet Ben Liebrand volgens mij nooit zelf meer wat erin zit na afloop. Maar in ieder geval, als je dat wil, het adres van Veronica is Radio Veronica, postbus 1234 1200 BE Hilversum. En dan moet je er even bij schrijven onder vermelding van top 100 1988. Dat is dubbelop eigenlijk. Dus een gefrankeerde, dat scheelt ons weer postzegels, aan jezelf geadresseerde envelop. En die stuur je erop naar Veronica, postbus 1234 1200 BE Hilversum, afdeling top 100 1988. Blijf trouwens goed opletten, want straks spelen we weer de snipperhit. We laten een heel kort stukje horen van een bepaalde plaat. Je kan dan ons bellen op de gebruikelijke telefoonnummers. En dan kan je eventueel winnen de Veronica's Top 100 Power Tower. Hi, this is Terrence Trent D'Arby in Radio Veronica. And here's my single. Sympathiek als altijd, die man, hè? Veronica. Welcome to the Keyman Obsession Part 1. Mooi allemaal door elkaar heen tegelijk. Gezellig, de Wee Papa Girl Rappers waren dat. Een duo uit Oost-Londen, uit de flats van Acton. Total S en T.Y. Tim. Ze heten eigenlijk Sandra en Samantha, maar ja, dat klinkt natuurlijk niet in rappersgelegenheden. En Wee Papa, dat is gewoon uit het Frans afgeleid en het heet Wee Papa. De achternaam overigens van de beide dames, Sandra en Samantha, die deel uitmaken van de Wee Papa Girl Rappers, die ze helemaal maken eigenlijk, is Lorenz. Dit even, daarvoor hoorde je Terrence Trent D'Arby met Sign Your Name. Die stond op nummer 18 en Wee Rule van de Wee Papa Girl Rappers kwam op nummer 17 terecht. Mooi is dat. Let eens eventjes heel goed op en ga bij de telefoon zitten, want wie weet herken jij dit wel. Nou, dat is moeilijk hoor. Ik zal het nog eventjes voor alle zekerheid één keertje laten horen.
Als je het weet, bel snel met 064-3x64. En dan gaan we eens eventjes kijken of we iemand aan de telefoon hebben. Goedemiddag met Veronica. Nee, die niet dan deze. Goedemiddag met Veronica. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Van Doren. Dag meneer Van Doren. Wat lieten wij horen? Ja, goede vraag. Misschien nog een keer wat horen. Nee, dat doe ik niet. Helaas, je weet het niet. Dat is jammer. Dan gaat de beurt voorbij. We gaan naar de volgende. Hallo, met Erik de Zwart. Ja, maar Maurice. Ik heb hem echt nog één keer laten horen. Dat was zo kort. Ja, ik stond daarvoor op de douche van. Ik zal hem nog één keertje laten horen, maar dan mag jij niet meer meedoen. Oké. Zo, dat was hem. Volgende kandidaat gaan we vragen. Met Erik. Goedemiddag. Die hangt er meteen op. Hallo. Makkelijk is dat zo, hè? Er gaat iets mis. De telefoon gaat niet meer. Ja, ze gaan nu wel. Kijk eens aan. Hallo, met Veronica. Met mevrouw Raamakers. Dag mevrouw Raamakers. Wat was de snipperhit? Volgens mij was het gewoon een drummer. Absoluut een drummer? Ja. Absoluut? Absoluut. Maar het gaat om een liedje waar het uitkomt. En een artiest. Dat weet u niet? Nee. Nou, dan gaat het helaas over. Jammer. Dag. Prettige jaarwisseling. Met Veronica, goedemiddag. Ja, hallo, met René Brimmers. Dag René. Ik dacht Bruce Springsteen met Tougher Than the Rest. Nee, helaas. Dat is niet goed beantwoord. Okay. Jammer, volgende keer beter. We gaan het nog een keer proberen met Veronica. Hallo. Hallo. Ja, je bent in de uitzending. En gooit hem meteen erop natuurlijk met Veronica. Ik denk dat ik hem nog één keer laat horen en we halen hem er zo wel vanzelf tevoorschijn. Dat was hem, nog een keer. De snipperhit. Inclusief de kraakjes erachteraan. Alweer een oude alarmschijf. Phil Collins en A Groovy Kind of Love. Ook een top 40 award voor Phil Collins. Hij stond één week op nummer 1 in de top 40 met A Groovy Kind of Love. En het was een oude alarmschijf. 335 punten, nummer 16 deze week in de top 100 over 1988. Aan de telefoon Arjan Jonker uit Roden. Ik laat nog even de snipperhit horen. Dat was Arjan, vertel het maar. Morikanten met Jekke Jekke. De Morikanten met Jekke Jekke was het juiste antwoord. Gefeliciteerd, jij hebt hem gewonnen. De Power Tower van Veronica's top 100. Bestaande uit een cd-speler, een pick-up, een cassettedek, een tuner, 2x20W versterker en 2 boksen. Wat zeg je dan, Arjan? Hartstikke te gek. Mooi. Juist. Beetje enthousiasme mag best. Je krijgt er het popjaarboek ook nog bij, dus jij kan alles van het afgelopen jaar nog eens rustig nazoeken. Arjan, bedankt voor je medewerking. Graag gedaan. En veel plezier natuurlijk, hè? Ja. De groep Wet 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 uit Clydebank, dat is een voorstadje van het grotse Glasgow uit aan de rivier de Clyde, de River Clyde. En zij stonden ook in deze top 100 over 1988 met Angel Eyes. Scoorde maar liefst 356 punten en bereikte daarmee een 15e plaats. Nou, dankzij al dat geëmmer met de snipperrit, dat was een hele moeilijke dit keer. Morikanten met Jekke Jekke. Hoe horen mensen het trouwens? Hebben geen tijd meer om de volgende plaat helemaal te draaien. Maar dat maakt niet uit, dat mag de pret niet drukken. Want direct na het nieuws van 5 uur gaan we onmiddellijk verder met Wonderful Tonight van Eric Clapton. In het volgende uur verder nog muziek van Yes, diezelfde Morikanten. De Pasadena's, Eddie Grant, Tracy Chapman, Billy Ocean, Fleetwood Mac, Toto, Salt and Pepper, Womack and Womack, Sam Brown, Glamadeiros en natuurlijk Bill Medley en Jennifer Warnes. Voor 25 piek, alleen voor jou. Eigen opleiding en eigen zendtijd op radio en televisie. Doe mee en bel 020-888-88. Club Veronica, de enige club die altijd wint. Een hele vrijdag lang. Radio Veronica op 3. De hits van het afgelopen jaar. In de top 100 over 88. Erik de Zwart. De live versie, daarom vonden we hem zo mooi. Wonderful Tonight, het was natuurlijk ook weer een oude alarmschijf. Opgenomen in 1979 in de Budokan Theater in Tokio. Eric Clapton en Wonderful Tonight. Top 100 van 88. Welkom bij het laatste uurtje. We zetten ze nog even op een rij de grootste hits van 1988. Strakjes de top 10 helemaal. En daar zijn we nog niet behandeld. Land, zo moet ik het zeggen. Komt er een beetje moeilijk uit vandaag, denk ik. Dit is nummer 13. Yes, and the Plastic Population. 2 weken hebben ze op nummer 1 gestaan met deze plaat. En het nummer dat heet The Only Way Is Up.
Twee weken op de eerste plaats heeft hij gestaan in de top 40. Dus ook een top 40 award voor Morikante en Yekke Yekke. 371 punten daarmee op de 12e plaats. Daarvoor hoorde je op nummer 13 The Only Way Is Up van Yes. En ook die stond twee weken op de eerste plaats van de enige echte Nederlandse top 40. 100 van 88. Hit Radio Veronica. Hey, listen up y'all. This room's a mama. Hit it. De Pasadena's en Tribute. Vier weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Ze staan ook op nummer 48 genoteerd met Riding on a Train. Dit was Tribute. En die kwam daarmee op de 11e plaats in de top 100 over 88. De allerbeste gouden ouwe vind je bij Veronica. Morgenavond, 19:55, Nederland 2. Een gouden ouwejaarsavond met Goud van Oud op tv. Waarin je kunt kijken naar onder andere Barry Ryan en Cat Stevens. Alleen die tabambi. Why do you sleep? Nancy Sinatra en Paul McCartney. All of the entire home is flowing in front. Goud van Oud, morgenavond 19:55, Nederland 2. Zo dadelijk weer een snipperhit, maar eerst de top 10. Eddy Grant, 30 jaar oud en hij werd geboren op Jamaica op 5 maart 1948. Vroeger maakte hij deel uit van de hitformatie The Eagles. Top 100 van 88. Gimme Hope, Joanna, ook een oude alarmschijf. En Eddy Grant, die staat op nummer 10 in de top 100 over 1988. Sterker nog, het was de hoogst genoteerde alarmschijf dit jaar. En we gaan hem nog een keer spelen, onze snipperhit. Pak de telefoon zodra je het nummer herkent. En bel 064-3x64. Hier komt-ie. Dit was het bekende lied, The Sound of Silence, ongetwijfeld. Er komt niets, we doen dat zo nog even. Eerst even nummer 9. Het nummer komt van Tracy's debuut-LP, Tracy Chapman. Heel simpel en schertsend in turbotaal wordt het ook wel eens Daypreep opgenoemd. Tracy Chapman. Top 100 van 88. 1:56, First Car was dat van Tracy Chapman. Het afgelopen jaar 2 weken op de eerste plaats van de top 40. 398 punten, nummer 9. En we zijn benieuwd of hij er is op tijd, straks om 6 uur. Automatische antwoordapparaat van Ben Librand. Ben kan op het moment niet gestoord worden. Hij is nu onderweg naar Hilversum met de Grand Mix 88. En als hij geen zinnen tegenkomt, dan hoor je hem zo meteen naar de top 100. De Grand Mix 88, tussen 6 en 7. Over telefoon gesproken, we proberen het nog een keertje. Nu moet hij wel goed voorstaan, dus snipperit, luister. Is niet al te moeilijk. We gaan weer eens even kijken wie er aan de telefoon hangt. De telefoons worden opengezet. 064-3x64 kun je bellen. En wie weet win jij die mooie Power Tower van Veronica. Een goedemiddag met Veronica. Hallo, met Vaandrager. Dag, met Erik de Zwart. Wat was de snipperhit? Ja, we hebben niet goed gehoord. Dat is nou vervelend. Nee, je moet echt goed geluisterd hebben. Dag. Met Veronica, goedemiddag. Hallo, met Dennis Heijnen. Dag Dennis. Ik dacht dat het Pasadena's waren. Dat is goed beantwoord, Dennis. Hoe heet je van je achternaam? Heijnen. Dennis Heijnen. En waar woon je, Dennis? In de Berkenstraat 9. Berkenstraat 9. En waar is dat? In Winterswijk. Winterswijk. Heb je nog een postcode? 7101SR. SR. We hebben het genoteerd. Jij hebt gewonnen een Veronica's Top 100 Power Tower, bestaande uit een cd-speler, pick-up, cassettedek, tuner, 2x20 watt versterker en 2 boxen. En om niet af te spelen, maar om te lezen, krijg je het popjaarboek erbij. Mag ik je van harte feliciteren? Ja, dankjewel. En nog een prettige jaarwisseling, hè? Ja, eensluit, hè? Dag! Dag! De volgende artiest in onze Top 100 over 1988 is Billy Ocean. Top 100 van 88. Dat was hem. Geboren op 21 januari 1950 in Trinidad. Hij is de oudste van nog eens 5 broers. En van huis uit is hij kleermaker. En origineel heet hij Leslie Sebastian Charles. En we hebben zijn stem ook nog even op de band. Hi, this is Billy Ocean. And it's great to be on Radio Veronica. Mooi is dat we gaan snel verder met de volgende groep. Die op de 7e plaats staat van de top 100 over 88. Bestaan uit Lindsay Buckingham, Mick Fleetwood, Christy McVie, John McVie en Stevie Nicks. Lindsay Buckingham is sinds kort eruit. En die is vervangen door 2 nieuwe gitaristen. Ik heb het uit. Uiteraard over Fleetwood Mac met hun Everywhere op nummer 7. Top 100 van 88. Fleetwood Mac op nummer 7 en op nummer 6 hebben we Toto met Can't Stop Loving You. Top 100 van 88. Toto stond op nummer 6. En nummer 5 is voor Salt-N-Pepa. Top 100 van 88.
Top 100 van 88. Nummer 5 in de Top 100 over 1988. Salto Peppa 3 weken op nummer 1 met Push It. En dan op nummer 4, 6 weken op de eerste plaats, Teardrops van Womack & Womack. Top 100 van 88. Womack & Womack met Teardrops. 6 weken lang op de eerste plaats van de Nederlandse top 40 met Teardrops. En op de vierde plaats in het jaaroverzicht geëindigd Cecile, zo heet de man. En Linda Womack. We rossen er een beetje doorheen in deze top 100 over 1988. 13 voor 6, 13 minuten weg van de Grand Mix met Sam Brown. Top 100 van 88. Dat was de nummer 3 stap van Sam Brown. 3 weken op nummer 1 van 10 tot 24 september. En dan de nummer 2, zwijmelen met Glamour Eros. Top 100 van 88. 6 weken lang op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. Deze opname van Glamour Eros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Hij kwam daarmee op een tweede plaats. Hij stond ook nog ergens anders in de top 100 over 88. Op nummer 88 met Long and Lasting Love. En dan is het grote moment daar. De nummer 1. 9 weken op nummer 1 en 19 weken in de top 40. De absolute klapper Bill Medley en Jennifer Warnes. And I've had the time of my life. Top 100 van 88.